Goeiedag allemaal weer. Hartelijk welkom bij een aflevering van Het Gesprek. Vandaag ben ik in gesprek met Jurgen Hofman. Voor velen van u onbekende, maar misschien voor een aantal toch ook wel weer bekend. Jurgen is getrouwd, vader van 5 kinderen. Werkt als zendeling op Madagaskar. Is nu op verlof in Nederland. Houdt daarnaast een website bij De Apologeet. Waar u een aantal dingen zou kunnen vinden die die zaken verduidelijken over het christelijk geloof of dat verdedigen. Vandaag heb ik hem hier bij ons gesprek uitgenodigd. Jurgen, van harte welkom. Ja. Had ik het een beetje goed gezegd zo? Helemaal prima. Ja, ja. Fijn. Mooie introductie. In Madagaskar, hoe is het daar? Warm. Ja? Ja, lekker. Beter dan hier? Ja, het is hier wel wat koud hoor. Ja, hè? Dus, ja. Het went nog niet erg. Nee. Moet je nog lang hier blijven? Of, Nou, we hebben dit keer wat langere periode. Omdat we de 2 oudste kinderen gaan examens doen. Mijn oudste dochter gaat al haar examens doen. Dus dat is in mei. En ik meen dat ze dan in juni, omdat ze geen tentamens hebben gedaan natuurlijk, zoals normaal schoolgaande kinderen, moet ze ook nog woordelijke, hoe zeg je dat ook alweer? Mondelingen examens doen. En mijn zoon die gaat alleen examen doen in Engels. Okay. En dat moet, dus ja, we hebben gezegd, we gaan dit keer zijn we echt lang in Nederland. Dat is 8 maanden. En het is ook wel goed. Want we hebben ook heel veel mensen al meer dan 3,5 jaar niet gezien. Nee. Dus we doen ook een beetje een tournee. Ja, we hebben elkaar vroeger ook wel eens gezien. Maar ik kon me dat niet heel goed herinneren. Maar jij ja. Nog wel. Dat was vroeger. Heel vroeger. Ja. Ja. Maar leuk dat je hier bent. Hey, zendeling, had je dat altijd al willen worden? Je jongensdroom, zeg maar? Nee. Nou ja, kijk, toen ik tot geloof kwam. Daar hadden we het voor de uitzending al een beetje over. Toen, vanaf dat moment had ik wel altijd van, nou, ik wil wel echt wat. Maar toen was je 20. Ja, toen wilde ik altijd al wel volop met de dingen van het geloof bezig zijn. Ik wil daar nog even terug. Je bent de eerste 20 jaar niet echt christelijk opgevoed dus? Nee. Maar wel, dat moet ik er wel bij zeggen, want anders zou het geen recht doen. Wel met toch wel sterke normen en goede normen en waarden. Ja, echt ja. Een deugdelijke, zeg maar, cultuurchristelijke opvoeding misschien? Ja, toch wel. Ja. Nou ja, deze pik ik er wel even uit. Ik weet nog wel heel goed dat ik een vriendinnetje had. En toen kwam mijn moeder naar me toe. En die zei toen tegen me van, nou, denk erom dat als je de zwanger maakt, dat je niet met haar naar een kliniek gaat. Desnoods voed ik het kind zelf op. En dus dat waren wel dingen die heel erg nadrukkelijk naar voren kwamen in mijn niet-christelijke opvoeding. Zo, ja, dus dat zijn toch wel dingen die ook in deze tijd behoorlijk daarom wou ik het even noemen. Ik denk, ter discussie staan. De vorige uitzending hier zat Kees van Helden en dat ging over abortussen. Ja. En ik schrok er even van. Ik wist wel dat er 35.000 per jaar waren, maar hij vertaalde dat naar 120 per dag. En dat maakte een even iets in mij los wat ik denk, zo. Ja, nou ja, respect hoor voor wat Kees allemaal doet. Ja. Dus dat, Hey, maar jij komt op een gegeven moment tot geloof, zeg maar. Je bent er niet meer opgevoed. Hoe komt dat dan? Want een heleboel mensen die hiernaar kijken, die geloven ook misschien wel of niet. Maar hoe kom je nou tot geloof? Wat is dat eigenlijk? Ja, gekkigheid hè. Nou, weet ik niet. Vertel maar. Ja, ik kwam als 16-jarig, nou eigenlijk als 15-jarig knulletje, kwam ik in een bakkerij te werken in Schagen. En mijn baas is nog steeds een christen. En die. Hij is nog steeds christen, maar hij is niet meer je baas. Hij is niet meer mijn baas. Nee. En die had het er eigenlijk wel veel over. En ik moest er eigenlijk helemaal niets van hebben. Maar dan komen we weer terug bij die opvoeding. Ik ben wel zo opgevoed van, ja, weet je, je moet wel de mensen in hun waarde laten. Dus je moet wel een beetje respect hebben voor mensen. Dus op de maandag, als ik dan in de bakkerij kwam, dan had ik het zeg maar over mijn wilde avontuur in de kroeg en weet ik veel wat, meiden en nog wat dus. Zo wild was je echt wel? Ja, toch wel. Ja, ja. Nee, je hoeft niet alles op tafel te leggen. Nee, maar ik was wel een boefie. Ik introduceer me vaak wel als een raszuiver heidend, zeg maar. Oké, zo. Maar, en dan wilde hij wat vertellen over die zondagochtenddienst en. Dus jij kwam met drank, drugs en vrouwen en hij kwam met God en de Bijbel en de dienst. Ja, ja. En hoe gaat dat dan? Nou ja, in het begin had ik nog wel zoiets van, nou ja, laat hem maar praten. Maar ik merkte ook wel dat hij daar vol van was. En hij wilde mij dat natuurlijk ook wel delen met me. En ik heb hem op een gegeven moment heb ik hem tegen hem gezegd van, nou weet je, als jij nou die Bijbel kan bewijzen dat dat boek klopt, dan wil ik wel geloven.
En hij heeft toen op een hij heeft die uitdaging is hij aangegaan en hij heeft toen gezegd van nou, geef me een tijdje en een week of anderhalf, twee weken later, ik weet het niet meer, kwam hij met geschiedenisboeken van school. En daar had hij allemaal tabblaadjes in gezet en dat moest ik lezen. En dat ging heel veel over het volk Israël en over de gebeurtenissen in de afgelopen eeuw. Vorige eeuw, moet ik zeggen. En nou, dat moest ik allemaal doorlezen. Dat was tijdens werkuren. Fantastisch natuurlijk, want dan zit je in de keuken. Je hoefde niet te bakken, maar je mocht bij wel lezen. Ja, ja. Nou, hij deed mooi al het werk, dus dat vond ik natuurlijk helemaal prima. En in de bakkerij heb je er altijd hele lekkere koekjes of gebakjes bij. Dus dat gaat goed. En daarna kwam ik bij hem, ik zei, maar wat heeft dit dan met de Bijbel te maken? En hij zei, dat gaan we de volgende week behandelen. Dus dat was weer hetzelfde ritueel. En dan kwam ik 's ochtends echt vroeg binnen. Dan kun je even, voordat we daarheen gaan, twee of drie dingen noemen die je dan bijvoorbeeld las in die boekjes die jij... Nou, hij had het bijvoorbeeld over... Exacte dingen? Ja, hij had het bijvoorbeeld over die... dat de staat Israël weer gesticht werd... 1948. Ja, ja. Daarin liet hij dus ook zeg maar zien van ja, hoe ging dat in zijn werk. En dat leek dan in ene zomaar op beloftes in Deuteronomium te leggen. Oké, dat was een week later, ging hij laten zien van ja. Kijk. En dat wist ik natuurlijk helemaal niet, want ik wist eigenlijk niet eens wat de staat Israël met de Bijbel te maken had, want ik wist niks van de Bijbel af. Nee. Dus Israël zei je eigenlijk ook niet? Nou, ik wist dat het daar een oorlog, een land was waar constant heibel was. Maar ja, goed, voor de rest, het kwam vaak op televisie. Wel meer landen met heibel. Ja. Ja. En dus die week later kwam hij dus met, ook weer met de, maar dan met de Bijbel. En moest hij me natuurlijk uitleggen wat versen zijn en hoofdstukken. Daar had je allemaal geen idee van. Daar had ik geen idee van. En toen had hij toch allemaal tapjes gelegd. Onder andere bij Deuteronomium. Ik ben even kwijt welk hoofdstuk. Het zou zomaar 21 kunnen wezen. En er staat er een, maar we hebben die er ook eentje liggen. Maar... Ja, of ik het nou zo 1, 2, 3 kan vinden. Dat, Nou, we gaan kijken. Wie weet. Deuteronomium. Maar waar gaat het over? Dat de Heer zijn volk weer zou verzamelen uit alle volken. Ja, ja. En dat was in mijn beleving opgeschreven door oude mannen met lange baarden. En toen begon hij me te laten zien van kijk, dat hebben we nu in de geschiedenis zien gebeuren. Ja. En toen realiseerde ik me wel van die Bijbel, die spreekt niet alleen maar onzin. En daar begon ik hem eigenlijk wel mee te... Heb je hem gevonden of niet? Nou, ja, ik denk dat je Deuteronomium 1 en 32 bedoelt. Dat zou waar Mozes zijn laatste toespraak houdt en zegt van... Als jullie zondigen, word je verdreven over heel de aarde. Ja. Maar uiteindelijk maakt God het weer goed en ja. Zal die het verzamelen uit kijk, jij bent de voorganger. Hè? Ja, nou jij hoort dat soort dingen. Jij ook een beetje, toch? Maar, ja, maar... Ja, okay. Maar goed, hij liet dat raakt je wel. Van, blijkbaar heeft de Bijbel iets met nu te maken. Nou ja, en toen begon hij ook te laten zien hè, de geschiedschrijvingen rondom de Heer Jezus. En, zoals? Wat? Nou, de buitenbijbelse, bijvoorbeeld de Flavius Josephus, die het over Jezus had. En, dus een Romeins-Joodse geschiedschrijver. Ja, en ja. Dan zie je dus eigenlijk van die geschiedenis van Jezus, die staat. En dan ga ik hier een beetje zitten vertellen dat allemaal onzin was. Dus dat werkte natuurlijk ook niet. Dus, je hebt het nog even geprobeerd, maar... Het ging allemaal niet zo goed, want hij wist er veel meer van dan ik. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van... het mag dan allemaal wel waar wezen, maar ik wil er toch niet aan. En dat was natuurlijk wel een beetje lelijk van me. Want, ging in de weerstand. Ja, want ik besefte me natuurlijk ook wel dat als je op een gegeven moment zegt van ik ga Jezus volgen, want dat werd me wel duidelijk, dan ga je je leven ook over een andere boeg gooien. Dan moesten drank, drugs en vrouwen... Dat moest overboord. En daar had ik dan niet zo heel veel zin in. En toen zei hij, wat wil je dan? En toen heb ik tegen hem gezegd, nou weet je, ik ben broodbakker. Ik zeg, als die Bijbel echt waar is, dan ga ik naar de hel. Nou, daar is het heerlijk warm. En als broodbakker hou ik daar wel van. Nou, dat is natuurlijk heel dom. Ja, weet ik niet. Wat zei hij? Nou, hij zegt, nou ja, dan moet je het zelf maar weten. Hij moest zelf maar weten, zei hij. Moet dan, ja, hij kwam uit Friesland. Nee, hij kwam uit Friesland. Ja. Hij kwam uit Franscher. Okay. Franeker. En een week of wat later... Ja, joh, het is of de duivel ermee speelde. Verbrandde ik mijn arm aan de oven. En hij begon heel hard te lachen. En ik werd heel boos.
Ik zei, wat loop je nou te lachen, man? Dat doet hartstikke zeer. Hij zei, jij vond het lekker. Nou, en dat was eigenlijk voor mij dat moment van, wow, daar gaan we niet aan. Dat moet niet. En toen ben ik s'avonds, zonder dat ik wist wat ik echt moest doen, heb ik op een gegeven moment ben ik gaan bidden. En dan moet je niet voorstellen dat dat zo'n gelikt gebed was of zo. Ik wist echt niet wat ik moest. Maar heb ik toen gezegd van, nou, ik wil dan ook wel gered worden. Maar dan moet u niet denken dat ik alles ga veranderen. Dat was mijn eerste gebed. Een soort voorwaardelijk gebed. Ja, ja, van, ja. Red me maar, want ik wil niet verloren gaan. Ja, precies. Dat vond ik dan weer net niks. Maar de rest dat wilde ik wel houden. En toen kwam ik de volgende dag op mijn werk. Ik zeg, dat is lekker. Ik heb gebeden en ik heb niks gehoord of wat dan ook. En moest hij wel lachen. Hij zei, wat heb je gebeden? Nou, ik zeg, dit gebed. Hij zei, oh, zegt hij, maar daar kan God wel mee overweg, hoor. En toen eigenlijk, daarna merkte ik ook wel dat de Heere God daar werkelijk mee overweg kon. Wat dan? Wat merk je? Nou, onder andere mijn drankgebruik. Ik ging elke dag, bijna elke dag, letterlijk naar de kroeg. En daar dronk ik echt wel veel. En dat begon me heel erg tegen te staan, al vrij snel. En dan ging ik naar het café en dan had ik twee biertjes op. En dan had ik eigenlijk wel zoiets van, nou, het smaakt me niet meer. Dat soort dingetjes. Bijzonder. Ja. Terwijl biertjes, ik vind een biertje drinken nog steeds wel lekker. Maar inderdaad, nu als ik een flesje heb gehad, dan is het goed. En een ander moment meen ik ook nog te herinneren dat ik ruzie kreeg met een jongen in het café. En toen liepen we naar buiten. En daar zullen we het even, zeg maar, uitvechten. En toen kreeg ik spontaan medelijden met die jongen. En dat vond ik zo gek. Dat veranderde iets in je hart. Ja, ik had zoiets van, ja, maar dan ga je die jongen slaan. En dan? Wat lost dat nou? En dat vond ik zo gek. En toen had ik wel in de gaten dat... Hoe liep dat af? Nou, ik heb toen tegen hem gezegd, nou ja, weet je, het is ook de moeite niet waard, laat maar zitten. Maar toen ben ik uit neidigheid, ben ik gewoon gelijk ook naar huis gegaan. Toen had ik het ook al gehad voor de avond. Geen bier meer, geen ruzies meer, klaar. Was wel zat ook. En dus ja, je merkte wel dat ik van binnenuit begon te veranderen. Maar niet zo heel snel, hè? Maar je had zelf niet in de gaten dat dat iets met geloof te maken had? Nee, maar na dat moment wel. Ja, dus toen was ik wel echt heel boos. Toen was je hart aangeraakt en je dacht, hé, wat is gebeurd met mijn hart? En toen, en toen ging ik weer in gebed. En dan moet je je voorstellen dat ik dan op mijn knieën ging bij mijn bed. Want dat zie je op die tegeltjes altijd. Hè? Dan zie je zo'n meisje die gaat bidden met haar handjes. Ik ga slapen, ik ben moe. Ja, die. Ja. Ja. Nou, zo moest je bidden, dat dacht ik dan. En toen had ik ook gezegd van, ja, wat is dit nou? Ik wilde helemaal niet veranderen. En toen kreeg ik wel heel sterk gedachten zo van binnen, ja, dat is leuk. Maar dat was jouw deel van de afspraak. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd op diezelfde avond, oké, dus u wilde ik verander. Nou ja, dan moet u het maar goed doen ook. En dat is eigenlijk, toen is het in de stroomversnelling geraakt. Wat gebeurde er toen? Want dit, nou, ik vind het wel heel spannend dit eigenlijk. Ik ben een beetje een opvliegend figuur van aard. Ja? Ik hou, ik weet niet, ik kan zomaar heel neidig worden om dingen. En dat werd, zeg maar, heel erg minder. Ik kreeg veel meer geduld. Vanzelf. Ik kon me niet meer zo heel boos. Maar ik word nog wel gegrepen door dingen. Ik kan nog wel heel boos worden om dingen. Maar ik ben wat meer in staat, zeg maar, om omgeving te zeggen van, nou, chill. En mijn jeugd, even tussendoor. Het is niet zo dat jouw christelijke bakkersbaas zei van, je moet niet meer zo gauw boos worden, of je moet gaan veranderen, of je moet dit of dat niet meer doen, of je mag niet meer naar de kroeg, of blijf voortaan van de vrouwen af. Nee. Dat zei allemaal niemand tegen je. Nee. Van binnen begon dat. Ja, ik had toen nog een vriendinnetje en dat meisje was niet gelovig. En ik had geen flauw idee over wat de Bijbel daar nou over zei. Over vriendinnetjes hebben. En een meisje die niet gelovig was, zeg maar. En het interessante was dat op een gegeven moment, het meisje heeft nooit wat verkeerd gedaan bij mij. Het was een hartstikke pittig meisje. En dat is echt West-Fries, hè? Is dat West-Fries? Ja, zeker. Oh. Een hartstikke leuk meisje. Ja, een pittig mondje. Nou ja, pittig mondje, ja. Ja. En, maar het voegde me niet. Dus op een gegeven moment is dat ook overgegaan, die verkering. En het bijzondere is dat ik dan later in de Bijbel lees dat de Heere ook zegt van, nou, ga nou geen ongelijk juk aan. Hè. Probeer nou iemand te vinden die mij ook volgt.
Ja, dat wist ik toen nog helemaal niet. Nee, want als je getrouwd bent, past dat eigenlijk niet, hè? Als je uit de een wel en de ander niet gelooft. Nee, dat gaat hem niet worden. Gaat hem niet worden. Nee, is constant heibel natuurlijk op zondagochtend. Want blijf nou in bed liggen. Nee, ik wil naar de kerk. Dus dat... Ja, maar ik denk niet alleen op zondagochtend. Want het heeft ook met de kroegen, met bier en met vechten. Absoluut. En met je hart te maken. Absoluut, ja. Ja, en ik zie dat wel om me heen gebeuren. Mensen die dan een succesverhaal, zeg maar, nemen als maatstaf. Dan zeggen ze, ja, maar bij hun is het ook goed gegaan. Hè, dan is één persoon later tot geloof gekomen. Je bedoelt nu over het huwelijk met ongelijk span. Ja, maar die is later tot geloof gekomen. Maar ik zie zoveel mensen die uiteindelijk de kerk verlaten hebben. Omdat ze dus met iemand gingen trouwen. Die helemaal niets met de Bijbel te maken wil hebben. Je bent het wel met Paulus eens, dat kun je beter niet doen. Dat kun je beter niet doen. Nee. Nee, dus... hey, en toen, eigenlijk ontdek je op een gegeven moment van, ik ben eigenlijk tot geloof gekomen. Hè? Want in feite heb je dat nog niet eens bewust gedaan. Nou, dat is bijna overkomen. Ja, als het dan moet, dan moet het maar. Ik wilde wel bewust gered worden. Ja. Maar uiteindelijk merkte ik inderdaad wel dat je ook wel, dat ik me ook wel ging gedragen als een gelovige, zeg maar. Ja. Nou ja, ik ga nou niet helemaal uitvragen wat dat dan is. Want val ik er dan wel net buiten. Nee, maar... ik kan het wel zeggen hoor. Ik had altijd het idee van christenen. Dat zijn ontzettende keurige mensen. En die doen het allemaal. Weet je, die hebben een gelikt leven. En eigenlijk waren het allemaal wel een beetje watjes. Dat was mijn idee altijd een beetje van christenen. En nou werd ik er zelf een. Ja. Dus dat was een shocker. Dat niet klopt. Nou ja, je hebt ze van alle soorten en maten. Het zijn ook net mensen. Ja, hè? Dus je hebt de hele keurige mensen waarvan nooit wat op aan te merken is. Maar er zitten ook andere mensen tussen. Nee, ik denk christen zijn mensen die weten dat ze verlossing nodig hebben. Nou ja, dat is het primaire. Het is niet mensen die beter zijn dan anderen. Nee hoor. Maar God doet wel iets in je hart en maakt het zou wel moeten. Bereiken. Want jij bent daarin verder gegaan. Je bent op een gegeven moment zelfs naar een gemeente gegaan, gedoopt, zei je in het voorgesprek tegen me. Ja. Ja. En toen, wat dacht, was de bakker daarbij trouwens? Ja, die heeft me gedoopt. Oké. Okay. Ja, samen met een van onze ouderlingen. Ja. Dus dat was wel echt heel mooi. En toen, wat gebeurde er daarna? Daarna ben ik op zoek gegaan naar gelijkgestemden. Dus jonge mensen die ook in Jezus geloofden. En dat was in Schagen best wel lastig. Yeah. En toen werd ik aangeraden om naar Den Helder te gaan. Daar was toen ook wel echt een heel grote jeugdgroep. In de gemeente waar we nu nog steeds bij horen. Ambassade. Ja. En nou, daar raakte ik naar de, toen heette dat de zondagavondclub. En daar was ik eigenlijk te oud voor. Maar ja, ze vonden mij zo zielig, hè? Die arme, verdwaalde jonge man, kom er maar bij. En daar heb ik ook mijn vrouw ontmoet. Dus dat. Dus je moest eerst even naar die club om je vrouw te ontmoeten. Ja. En dat was natuurlijk fantastisch, want ik had altijd, ik wist natuurlijk wel een beetje hoe je meisjes moest benaderen in het café. Maar ik had geen flauw idee hoe je dat bij een christelijk meisje moet doen. Was dat heel anders? Nou ja, ik denk het wel natuurlijk. Want die, over het algemeen zijn die toch wel even wat afstandelijker. En zo goed ook natuurlijk. En dus ik ben haar op een gegeven moment gewoon maar een beetje gaan... Voorzichtiger. Interesse tonen. Ik had natuurlijk oprechte interesse. En zij ging toen op een gegeven moment ook nog naar een andere gemeente. En wat meer... charismatische gemeente in Den Helder. En dat vertrouwde ik allemaal niet zo goed. Want, charismatisch, iedereen snapt dat. Halleluja gemeente, waar mensen zingen en blij en dansen. En ik had zoiets van, nou dat kan niet goed zijn. Dat is een secte. Een beetje te spontaan, zeg maar. En toen zei ik tegen de, hoe laat ga je erheen? Nou, om 12:00 middags. Nou, dus ik ging dan eerst naar mijn eigen... samenkomst in Schagen. Dat was vrij traditioneel, vrij rustig, ingetogen. En dan racete ik met mijn autootje om dan naar de tweede dienst daar in Den Helder bij die charismatische gemeente te zijn, om te kijken wat dat was. En zo kreeg ik, zeg maar, een vriendschappelijke relatie met haar. Ging ik nog cassettebandjes voor haar opnemen met echte leuke muziek en zo. En die ging dan aan haar geven. Mooi. En toen werden we vrienden. En je bent uiteindelijk met haar getrouwd? Ja, dat is dit jaar 27 jaar geleden. Kijk. Ja. En nog geen seconde spijt? Of, Nee, ik heb er wel. Zou je natuurlijk sowieso over de camera niet kunnen zeggen, maar... Nee, nou ja, we hebben ook wel onze moeilijke tijden gehad. Ja. Maar het is een...
Ik bedoel, nee, zonder haar zou ik denk ik ook bijvoorbeeld niet de zending in gegaan zijn. Zij is toch wel even wat dapperder dan ik. Oké, want hoe ging dat, de zending in? Weet je, heb je daar... je bent tot geloof gekomen, je weet toch niet zoveel van de Bijbel, maar op een gegeven moment ga je bijbelkringen of studies volgen of een opleiding? Ik had altijd een beetje een minderwaardigheidscomplex op dat gebied, want ik dacht altijd van nou, al die christenen die hun hele leven daar in die kerk opgegroeid zijn, die weten alles van de Bijbel behalve ik. Dus ik ben toen in begin 2000 ben ik naar een bijbelschool in Rotterdam gegaan, elke woensdagavond. Dus dat... Dat begon dan om 7:00 en dan kwam ik 's nachts om 12:30 thuis. En dan de volgende dag om 2:30 weer in de bakkerij. Dus dat was dat is niet eens de volgende dag. Dat nee. is gewoon, en dan moet je niet om naar bed te gaan. Ja, nee. En dat heb ik 5 jaar gedaan. En ik ben gegeven met mijn vrouw samen, toen we nog geen kinderen hadden, zijn we met een organisatie die heet Open Doors, zijn we naar China gereisd en dan gingen we bijbels smokkelen. Dat is van Anna van der Bijl, hè? Ja. Open Doors. Ja. Orne. Ja. Dus dat is ook leuk. En Anna van der Bijl is natuurlijk overleden nou, hè? Die hebben we toen ook mogen ontmoeten. Ja. Dat was wel echt heel mooi. Maar gingen we naar China, gingen we bijbels smokkelen. Toen kwam ik tot de ontdekking van die mensen daar die die bijbels aannamen, die kwamen echt uit de binnenlanden van China, waar het dan niet mocht, hè? En die riskeerden gewoon alles. Die riskeerden een heropvoedingskamp. Terwijl wij als toeristen hoog uit het land uitgezet konden worden. En ik weet nog wel dat een van die Chinese mannen die bijbels kwam ophalen, was daar met zijn bestelbusje. En Chinezen die kijken eigenlijk altijd een beetje omlaag, lijkt wel. Tenminste, dat idee krijg ik altijd. Of ze zijn zo klein, dat kan natuurlijk ook, dat weet ik niet. Maar deze man die pakte hem de laatste rugtas van me aan en hij keek me een moment aan en ik zag die vreugde in zijn oog. En dan denk ik, ja weet je, in Nederland gebruiken wij bij wijze van spreken een bijbel om eventjes onder een tafel te zetten, zodat hij niet meer wiebelt. En hier hebben ze er zoveel voor over. En dat was eigenlijk het moment dat mijn vrouw en ik allebei zoiets hadden van, wow, dit willen we. Nou, en zo zijn we... Toen is er nog heel veel jaren overheen gegaan, hoor. En inmiddels hadden we 4 kinderen. En toen zijn we nog naar Engeland verhuisd voor een jaar. En daar heb ik theologie gestudeerd. En dat heb ik verder afgemaakt dat we thuis kwamen weer in Nederland. En toen zijn we gaan oriënteren. En daar kwam uiteindelijk Madagaskar uit. Werk je nog steeds bij die bakker? Of was dat eigenlijk al... Nee, dat was vanaf het moment dat we naar Engeland gingen. Ik meen dat dat ergens in 2011 was. Was dat al een paar jaar over. Mijn dochter was namelijk in 2004 geboren. En mijn vrouw en ik hebben toen de beslissing gemaakt van... Er moet er één van ons thuis blijven voor de kinderen. En dat was ik. Want ik zag het niet zo zitten om zeg maar 's middags op bed te moeten, terwijl je een kleintje in huis hebt rondlopen. Dus ik ben toen gestopt in de bakkerij. Dat was inmiddels ook al een andere bakkerij. Een hele goede baas ook altijd geweest. Daar ben ik gestopt in augustus 2004. En toen heb ik eerst 7 jaar nog voor de kinderen en het huishouden gezorgd. Dus, huisman geweest. Huisman geweest. Ja. En dan vroegen mensen, ja, maar wat doe je dan voor werk? Nou, ik zeg, ik kook en ik maak schoon. Nee, we bedoelen buiten huis. En op een gegeven moment zei ik altijd, ja, daar knip ik de heg en maai ik het gras. Ja. Dus dat kon er heel slecht in bij mensen dat ik dat als man deed. Ja. Goed, dat was een hele mooie tijd. Ik vind het wel leuk dat je dat zegt, hoor. Want een heleboel mensen uit de wereld, zal ik maar zeggen, of niet kerkelijk of niet gelovige mensen, die denken dat dat bij christenen een heel dingetje is. Maar dat kan dus gewoon, hè? Maar wij hebben heel veel vrienden uit verschillende geloofsrichtingen. Wel allemaal christelijk, zeg maar, hè? Maar wat meer streng, wat meer los. En we weten ook wel van elkaar dat hoe de ene en de ander over denkt. Ja. En ik weet nog wel dat wij onze kinderen... wij hadden het voorrecht om onze eerste 2 kinderen naar een gereformeerde school te mogen sturen. Nou, dan kom je dus mensen tegen die echt zoiets hebben van... Ja, maar waarom sta jij nou elke dag die kinderen op te halen van het schoolplein? Ik zeg, nou, ik zeg omdat ik huisman ben. Nou, dat was dan... Shocking. Ja, ja. Maar dat op zich heb je wel van... Ja, maar oké, we verschillen van mening over dit punt. Maar ten diepste hangt daar niet van af of wij bij elkaar horen of niet. Hè? Nee.
En dat vind ik altijd wel... Er is dus, ruimte. In Gods Koninkrijk is er ruimte. En je mag natuurlijk zo gek zijn als een deur. Maar ten diepste gaat het uiteindelijk om... Ben je gered door de Heer Jezus? Wil je laten leiden door de Heer Jezus? En dan kan je dit soort dingen soms... Daar kan je enorme discussies over hebben. En ik vind het ook niet erg om erover te discussiëren. Leuk, denk ik. Ik vind het leuk. Ja, dat vind ik echt leuk. Anders was je geen apologeet geworden. Precies. Maar het is niet zo dat als ik dan een gegeven moment zeg van... Nou, ik geloof dat de man wel thuis mag blijven... En die zuster of broeder gelooft van niet... Dat ik ze dan vervolgens niet meer kan zien als een zuster of broeder. Nee. Dat is voor mij totaal niet relevant. Nee. Terwijl ik het wel belangrijk vind om er met elkaar over te kunnen praten. Maar niet met het resultaat van hete hoofd en koude hart. Dat is zo'n uitdrukking. Ik weet niet of iedereen dat begrijpt, maar het is wel dat je elkaar eigenlijk niet meer ziet. Je moet elkaar hard blijven zien, hè? Ik denk dat we elkaar gewoon als christenen sowieso in een land als Nederland ontzettend hard nodig hebben. En dan maakt het natuurlijk niet zo gek veel meer uit of een vrouw een hoed draagt in de kerk en een man een stropdas. Of dat de een graag met het orgel zingt en de ander met een muziekgroep. Dat is natuurlijk allemaal belangrijk voor je beleving. Maar ten diepste... Traditie is bijzaak eigenlijk. Ja, ten diepste gaat het natuurlijk om je vertrouwen die we willen hebben in de Heer Jezus. Over Jezus Christus en die gekruisigd is voor ons. Ja. En opgestaan uit de dood. Hè? Het is bijna Pasen, dus we mogen het daar wel Absoluut. Over hebben. Maar Amen. Ja. Dat is toch het belangrijkste wat er op deze aardbol ooit is gebeurd. Dat Jezus opstond uit de doden. Ja, dat hij echt gewoon de absolute overwinning heeft behaald. Ja, hè? En dan wij maar lopen soebatten over... komt hij nu terug? Of komt hij over 100 jaar terug? Of komt hij niet terug? En jongens, we mogen verwachting hebben dat hij beloofd heeft dat hij terugkomt. En we kunnen natuurlijk met elkaar in discussie gaan over hoe dat dan precies gaat plaatsvinden. Maar laten we nou ten eerste eens uitzien naar wat hij gewoon gezegd heeft. Ik kom terug. Nou, dan mogen we met z'n allen naar uitzien. Dat betekent dat er hoop is voor een wereld die eigenlijk stuk aan het gaan is. Er is heel veel hoop, ja. Want dat hebben we ook wel nodig. Ik bedoel, ik kwam eens even op je website aan het kijken... en ik werd een beetje getriggerd door iets waarmee ik ook dit kanaal ooit begonnen ben. Dat ging over de coronaverhalen. Ja. Toen werd ineens al heel duidelijk dat ook als christenen... we heel gauw uit elkaar gedreven werden. De kerken werden leeg. En het was eigenlijk een hele angstige tijd... In het begin, toch? Nou, ik vond het vooral een frustrerende tijd. Want? Nou, ik ben nooit zo heel erg bang geweest. Wij waren toen net in die februari 2020 naar Nederland toegekomen voor een 4 maanden lange verlof. Ja. Yeah. En je moet je voorstellen, wij woonden toen nog echt in de middle of nowhere op Madagaskar. En ja, daar gaan mensen die overlijden aan malaria of uit een handgelopen infectie. En de rest van de ziektes bespaar ik je even. Nee, maar aan de simpelste dingen. Aan de simpelste dingen. Diarree kan dodelijk zijn. En dat zie je gebeuren. Of je hoort het, je bent even een week in de hoofdstad en dan kom je terug. En dan, Pietje of Klaasje is overleden. Wat had hij dan? Ja, hij begon bloed te hoesten. Zo fragiel is het leven. Ja. En toen kwamen we in Nederland en toen werd in één keer die angstmachine opgezweept op de media, op NOS. En er moesten allemaal persconferenties gegeven worden. En ik denk, er is iets geks hier. En ik weet nog goed dat, ik denk dat dat 2017, 2018 was, waren we ook op verlof in Nederland. En toen moest ik naar de dokter. En ik zou hem een hand geven. Hij zei, nou Jurgen, hij zegt, ik geef je even geen hand, want ik moet straks naar een bejaarde mevrouw. En die is erg zwak op het moment. En er is een beetje een griepgolf die nu heerst. Dus ik wil echt even voorzichtig zijn met die vrouw. Normaal zaak van de wereld. Ja, prima, weet je. Dan doen we dat even. En ik meen dat het in dat jaar de griepepidemie ook best heftig was. En toen kwamen er ook berichtgevingen, geloof ik, uit Brabant. Ik weet niet of dat nou 2018 was. Dat kan ook nog wel eens eerder wezen. Maar, nou, omstreeks die tijd. Ja, dat de ziekenhuizen overstroomden met grieppatiënten. Ja. En iedereen had zoiets van, ja, nou, dan gaan we ze verspreiden over het land. Hè? En dat heb je nou eenmaal met griep. En geen landelijke maatregelen. Geen mondmaskertjes, boetes omdat je met meer dan zoveel mensen op straat loopt. Dat is helemaal zot natuurlijk. Maar nu overkwam je dat ineens en wel. En ik zag het gebeuren en ik zeg nog tegen mijn vrouw, nou, er is iets geks aan de hand hier. Dit, dit,
dit geloof ik niet. Toen zei mijn vrouw nog, die toch best wel heel analytisch is. Die zei, ja, maar wat bedoel je? En zij had ook wel wat in de gaten. Nou ja, ik zei, moet je horen, al die leiders die nu die persconferentie, die zeggen nagenoeg exact hetzelfde als hun maatje in een ander land. Het is zwart, alleen in de andere taal. Maar als je het vertaalde, was het zwart dezelfde. Bijna iedereen zei in ieder geval, we are going to build back better. Hè? Dat. Yeah. Maar de lockdowns laten natuurlijk het vaccinatie, niet verplichting, maar toch wel heel erg tegenaan. En het was allemaal hetzelfde. Dus ja, toen. Je zag dat wereldwijd gebeuren. Ik zag het wereldwijd gebeuren. Nou, niet wereldwijd, maar. Op heel veel plekken. Ja. Je zag wel dat andere landen gewoon zoiets hadden van, weet je wat, het is allemaal gedoe, we sluiten gewoon de grenzen. En wat zei dat jou dan? Nou, ik zat wel, ik ben niet zo heel erg geneigd om snel te denken, oh, want nu zitten we, in de Bijbel wordt bijvoorbeeld gesproken over de grote verdrukkingen, waar dan gezegd wordt, dan is er een wereldheerser en dan wordt het ontzettend slecht in de wereld. Nou, ik denk, nou, dat. Ik heb dat ook wel op het internet gezien, dat mensen dat dachten. Nou, daar zat ik nog niet aan te denken. Maar ik had wel zoiets van, wat voor generale repetitie. Het riep wel dat soort gedachten op van, ja. Hey, een soort wereldheerschappij. Ja, ja. Daar begint het wel op te lijken. Want waar komt nou dat script vandaan? Want als meneer Rutte dit zegt, maar ik hoor meneer Macron hetzelfde zeggen. En die mevrouw in Duitsland exact hetzelfde. Dat is natuurlijk heel gek. Dat ze allemaal dezelfde woorden gebruiken. Dus het is net alsof het iemand is die een script geschreven heeft. Nou, als je dat al zei, dan was je al complotgekkie. Nou, dat vond ik helemaal erg. Ja, want in feite, als je zegt, iemand heeft dit bedacht, heeft een soort script geschreven, ja. dan is dat bijna een complot, hè? Ja, en dat vind ik zo vervelend, want ik wil gewoon graag over die dingen kunnen praten zonder dat jouw mening doodgeslagen wordt met complotgekkie of wappie. En als je kritisch bent tegenover een vaccin, dan word je al gelijk antivaxer genoemd. Dat vind ik zo gek. Hoe kwam dat dan? Wat? Hè? Hoe kwam dat dan, dat gebeurde? Nou, ik denk wel dat de hele gang van zaken was ontzettend bezig om kampen te maken. Hè? Dus tegen kinderen werd op een gegeven moment gezegd, jij wilt toch niet ongevaccineerd naar opa en oma, want dan gaan ze dood. Nou, hoe haal je het in je hoofd? Erg eigenlijk, hè? Ja. Ja. En zo'n kind die loopt dus met zo'n schuldgevoel van, want opa en oma die gaan misschien dat jaar wel dood, want dat heb je met opa's en oma's. Die gaan soms dood. En ja. ik ben heel veel jaar zelf kind geweest. Dus ik kan me dat helemaal voorstellen, ja. dat zo'n kind denkt, oh, zal het mijn schuld zijn? Ja, ja. Nou, maar je ziet dat het doorwerkte naar volwassenen. Hè? Dat gegeven moment. Dit is later in die periode. Toen ging ik mijn dochter naar het busstation brengen. Want die ging naar een vriendinnetje toe. En er zat een man bij het busstation. Die zat daar op het bankje. En ik zag al een beetje van, nou, het is een beetje een dakloze waarschijnlijk. Dus ik ging eens even lekker naast hem zitten. Het was hartstikke koud. Ik zat daar op mijn klompen. En het was leuk, want hij zat me echt zo te bekijken. En ik zat lekker met hem te kletsen en we hadden het goed samen. Geen mondmaskertjes, want we waren toch buiten. En we zaten best wel een beetje dicht tegen elkaar aan. En nou, ik denk dat ik een kwartier met die man heb zitten kletsen. En hij vertelde hoe ellendig het voor hem was, want hij was al dakloos. Maar nu negeerden de mensen hem nog meer. Mensen gingen hem nu echt helemaal uit de weg. Vreselijk. Dus hij had totaal geen sociaal leven meer, zei hij. En hij was heel verbaasd dat ik met hem kwam praten. Ik zei, nou ja, ik zeg, het is toch gewoon gezellig ook eens even met elkaar te babbelen. Ik zeg, ik kom ook niet zoveel mensen tegen die nog zin hebben om te kletsen. En toen waren we klaar eigenlijk. Dat was wel leuk ook, want ik vertelde hem ook nog wat ik deed. En toen keek hij me zo aan, hij zei, op mijn klompen. Op klompen? Hij zei, maar ben jij dominee of zo? Wendeling op klompen. Ja. Ja, dat was heel mooi natuurlijk. Ik vond het wel leuk. Nou, goed. En toen waren we klaar. En nou, ik zeg, ik heb echt onwijs leuk met je gekletst. Ik zeg, als ik je nou nog eens een keer zie, ik heb even meer tijd, dan moeten we maar even een bakkie doen met elkaar. Dus ja. Ik geef hem een hand. En toen zegt hij, ja, maar ik heb heel vieze handen hoor, zegt hij. Want hij had ook geen kans gehad om zich goed te kunnen wassen. En ik zeg tegen hem, ah, ik zeg, maar daar is de kraan straks weer goed voor. Dus ik geef hem een hand.
En dat ik opstond, stond er een hele groep mensen om ons heen. Dat hadden we nooit in de gaten gehad. Ik niet in ieder geval. Die stonden ook op de bus te wachten. En allemaal met mondmaskers op. En ik was een beetje gechoqueerd hoe boos mensen naar me zaten te kijken. Dat je gewoon met die man in gesprek ging en hem een hand gaf. En hem een hand gaf. En ik stond op en ik zeg tegen de mensen, oh, goedemorgen allemaal. En het enige wat ik hoor, hè? Ik denk, hè? Is dit Nederland? Weet je wel, waar je gewoon op straat liep voorheen, vooral in die wat kleinere dorpen. En je gewoon tegen iedereen, of je elkaar nou kent of niet, hallo kon zeggen. Mensen keken me echt heel... Herkenden het helemaal niet. Nee, ik was echt heel verbouwereerd. Ik vind wel dat je echt een heel, heel bijzonder beeld neerzet, hoor. Mensen die allemaal bij een paal staan met een mondmasker op. En jij die op een bankje het was, zit... Het was wel net alsof het een film was. Ja. 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 Jij die op een bankje zit met een zwerven. Zo voelde het ook een beetje. En daar contact maakt. En... Het voelde ook een beetje zo'n typisch christelijke film, weet je wel. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Maar dat komt bij mij ook op. Maar het was wel echt gewoon zo. En dat was... Ik raakte op een gegeven moment heeft mijn vrouw mij een beetje een schop onder mijn kont gegeven. Want ik werd op een gegeven moment gewoon echt gewoon, depressief zal ik niet zeggen. Maar ik had, het deed je wel wat? Ja, ik snapte er echt helemaal niks van. Kerken leeg, gebouwen leeg, afstand houden, allemaal... Mensen allemaal boos op elkaar, weet je, ook christenen, weet je. Want dan had je, in die tijd had je, was dat? Ik weet niet meer wanneer dat was. Had je in Staphorst... heb je enorme grote kerkgebouwen. En die hielden zich keurig aan de regels. Mensen allemaal 1,5 meter. En dan konden ze er nog weet ik niet hoeveel mensen in kwijt. En die hadden gedacht van weet je wat. Laten wij nou eens een bericht van hoop op Facebook zetten. Die zeiden bij ons kunnen jullie in de samenkomst komen. Want we hebben zo'n groot gebouw. Het gaat prima. Hè? En dan deden ze meerdere diensten op een dag. En dan ging dat. Nou ik zeg altijd Holland in last. Maar Leiden in last. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, dat er zeker heel breed uitgemeten werd van daar moeten we toch wat aan doen, want die kerken. En toen sprak ik een zuster uit, nou dat maakt niet uit. Een zuster bedoel je mee, een medegelovige? Ja, een medegelovige. Medegelovige. Ja, ik moet een beetje om mijn jargon denken. Nee, ik leg het even uit, ik let erop. Ik zeg expres zuster, ja. Omdat ik wil benadrukken dat ik zelfs door dit haar nog... steeds zie als medechristen. Je voelt als familie, ja, zeker. Maar die gaf af over die lui daar in Staphorst. En die begon ook echt... Ja, die lui daar in Staphorst, die verprutsen het voor ons allemaal. En dankzij die lui daar in Staphorst komen wij in een slecht daglicht als kerk. En ik denk, hè? En het lag op het puntje van mijn tong om te zeggen... Ja, maar die lui daar in Staphorst horen ook bij jou, hoor. En ze maken allemaal hun beslissingen... En we hopen het allemaal te doen op de beste manier zoals we dat kunnen doen. En dan ga je zo, weet je, dus de verbinding zoeken was weg eigenlijk, ja, hè? Ja. Het was meer tegen elkaar dan met elkaar. Ja, en dat vind ik wel, wat ik al eerder zei, dat vind ik zo jammer. Want we hebben elkaar zo hard nodig. Ja, want je zei ook in het voorgesprek, zeg maar, toen we even zaten te praten... van er was iemand die niet christen was... Oh ja. Die naar jou kwam en zei, nou, dit lijkt wel op waar jij het wel eens over hebt, dat er een soort van controlemaatschappij komt. Ja, ik ben natuurlijk af en toe best een hele vervelende man, want ik wil met iedereen altijd maar over Jezus praten. Ja. En zo ook met hem, want we waren heel vroeger waren we echt heel goed bevriend, we zijn samen op vakantie geweest en zo. En toen kwam ik tot geloof, en hij niet natuurlijk, dus... Maar toen heb ik ook wel met hem gedeeld van, nou, hè, in de Bijbel staat op een gegeven moment wel dat er een... dat de wereld toewerkt naar een enorme controlestaat... waar dan één persoon naar alle waarschijnlijkheid de absolute leiding gaat hebben. Nieuwe wereldorde. Ja, een nieuwe wereldorde. En dat had ik toen al tegen hem gezegd. Ja, toen hadden we het inderdaad over die nieuwe wereldorde. En ik zeg, je moet daar goed op letten... want dan wil je toch wel de waarheid weten tegen die tijd. En hij kwam ergens tijdens die coronaperiode via de e-mail... zal jij dan toch gelijk gehad hebben toen je me dat altijd zei? Nou, dat vond ik zo opvallend. Want ik merkte ook gewoon dat heel veel mensen die helemaal niets met de Bijbel hadden... of wat dan ook, echt wel achter hun oren zaten te krabben van wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand, hè? Ja. Dat is echt heel gek. Maar ja, tegelijkertijd realiseer ik me nu hier dat ik hier zo zit met jou en ik vertel dit... dat het voor sommige mensen nog steeds een compleet complotidee is... He, dus zitten ze naar mij te luisteren misschien... en denken ze, nou, je bent wel een beetje raar.
Nou ja, vorige week heb ik je een artikel toegestuurd wat ik las in het Reformatorisch Dagblad notabene. Ja. En met als titel, we zullen het straks lang wel even laten zien in het filmpje, maar er stond eerst als titel boven van complotdenkers veroorzaken dood van Joden. Later is dat veranderd in veroorzaken, hebben de dood van mensen op hun geweten. Maar wel degelijk was dat de eerste titel. Ja. En ja, dat was een recensie van een boek waar iemand zei van al dat gedoe over al die complotten en de mensen hebben allerlei kwaad op hun geweten daardoor. Ja. Ja. Maar bestaan complotten nou eigenlijk of niet? Want... Ja, natuurlijk. Ja. Iedereen heeft wel een complot. Dat begint toch al als je als kind oorlogie gaat spelen met elkaar. Dan heb je een complotje. Hoe kunnen we nou van hun winnen? Ja. Nou, ga jij daar langs en dan ga je ze afleiden. En dan heb je al een complotje. En je denkt dat dat ook gewoon politiek bestaat? Nou, ik denk dat... En wat ik altijd wel zeg is dat ik niet zo van overtuigd ben dat... Nou, dan ga ik eens iets gek zeggen. Als meneer Rutte iets zegt, dat hij nou eens even bij zichzelf denkt van... Nou ga ik die Nederlanders even lekker een hak zetten. Ik denk dat heel veel politieke leiders gerust wel het idee hebben... dat ze het beste voor de bevolking doen. Maar ik vermoed wel dat er vanuit het bankenwezen, de farmaceutische industrie... wel zeker een agenda is om dingen te pushen. En ja, als jij dat dan maar zo goed mogelijk kunt verkopen, hè, zoals met dat vaccin met COVID. Hè, wie had ooit gedacht dat mensen zich gaan vaccineren voor een ander? Ik bedoel, toen wij naar Madagaskar gingen, kregen we het vaccin tegen rabies, tegen hondsdolheid aangeboden. Dat deed ik niet voor die honden. Dat deed ik ook niet. En ook niet voor je buren. Ook niet voor de buren. Nou, ik heb hem niet genomen toen, want wij hadden dat niet nodig, maar... meerdere van vaccins die ons aangeboden werden, aangeraden werden, die waren buiktyfus. Daar hadden we ons voor kunnen laten vaccineren. Nou, dat doe ik ook niet voor een ander, hoor. Want als je een keer buiktyfus hebt gehad, dan weet je nou dat... Daar ben je vooral jezelf mee tot last. Ja, maar dit idee wat ze erin wilden brengen was natuurlijk dat als je gevaccineerd was, was je niet meer besmettelijk voor een ander. Ja. Maar dat is bij geen enkel virus geen enkele ziekte ooit zo aangetoond natuurlijk. Nee, en bovendien... En nou snap ik wel dat sommige mensen misschien niet gevaccineerd kunnen worden vanwege fysieke astma of wat dan ook. Dan kan er iets in dat vaccin zitten waardoor ze het beter niet kunnen nemen. Dus voor die mensen zou ik me kunnen voorstellen dat het lekker is dat ze mensen om zich heen hebben die niet ziek zijn. Maar niet besmettelijk zijn, dat is toch nog weer een heel ander ding. Ja, hè? Ja. En laat ik maar heel eerlijk... Kijk, ik ben broodbakker, hè? Ik weet hier dus helemaal niks van. Dat zeg ik er direct bij. Maar ik heb er nou inmiddels toch wel heel veel over gelezen. Dat je denkt van, oh, wacht even. Besmetting is toch wel heel wat anders dan... ziek zijn. Ziek zijn. Ja. En dat zag ik, dat zie ik trouwens... Dat is even heel anders hoor, maar dat wij dan op het platteland wonen op Madagaskar. Ik heb heel veel mensen gezien die waren gewoon kerngezond. Maar die waren wel lekker andere mensen aan het besmetten met van alles en nog wat. En dan heb ik het vooral over bacteriële besmettingen. Dus zelf geen last, maar ze geven het wel door aan een ander doordat ze hun handen niet wassen. En een vaccin helpt daar niet tegen? Daarom. En dat, Hey, nou ben je ook, en kom daar toch even op terug, je bent ook apologeet. We hebben het gehad over die nieuwe wereldorde, toegaan naar een wereldheerschappij. Mijn website heeft als ondertitel, het is deze dagen, maar als ondertitel, het zal zijn als in de dagen van Noach. Dat suggereert natuurlijk iets, want de Heer Jezus zegt dat zelf. Ja, dat aan het einde van de tijd zal het zijn als in de dagen van Noach. Ja. Wat voor beelden krijg jij daarbij? En wat zie je in deze tijd gebeuren? Wat mij opvalt is dat heel veel mensen vooral bezig zijn met hun eigen leven. En dat is natuurlijk in de tijden van Noach. Hè, er wordt dan gezegd, ze gingen trouwen en ze gaven te huwelijk. En ze gingen gewoon door en het overkwam hen. Niemand had iets in de gaten. Nee, nou, je zal zo'n plens water maar in één keer over je heen krijgen. Ja. Even voor de mensen thuis. Dat gaat dus over de zondvloed, wat in de Bijbel genoemd wordt. Ja. Ja. Maar ik denk dat nu ook
ook dat hele gebeuren rondom COVID, het overviel de mensen. Want heel veel mensen waren vooral bezig met hun eigen dingetjes. Nou is het nog niet zo'n probleem als het je overvalt. Maar als je dan vervolgens niet in staat bent, zeg maar, om even verder te kijken dan je eigen comfortzone, dan je eigen gemak, dan ga je dus ook vooral bezig zijn met je eigen veiligheid. Dus dan ben je dus niet meer bezig van wat gaat dit betekenen voor mijn buren of voor mijn naasten. Maar dan ben je vooral, dan wordt het een heel egoïstische gedachtegang. En dat heb ik wel veel meegemaakt. Dat, veel moet ik niet zeggen, want wij nog in Nederland waren toen. Ja, weet je, gingen we naar een museum. En ik weet, geef me dat mondmasker ook een beetje zat. Dus die trok ik op mijn kin. En toen kwam er een man en die liep geloof ik nog 5 meter van me af. Hij zegt, hey, ik wil niet ziek worden door jou. Dus het ging allemaal over ik. En ik denk als je kijkt naar, het zal zo zijn als in de dagen van Noach. Ja, iedereen leefde vooral maar een beetje voor zichzelf. En was vooral met zichzelf bezig. Toch was een beetje, de slogan was, samen tegen corona. Ja, er was samen niks, kunnen we het doen. Er was natuurlijk helemaal niks samen aan. Want ja, je kunt natuurlijk 10 keer samen zeggen, maar als je dan toch niet samen de straat op mag. Hè, wij zijn gelukkig altijd omringd geweest door echt heel vriendelijke mensen, waar we gewoon lekker uitgenodigd werden voor het eten en dat soort dingen. Dus wij zijn persoonlijk heb je er niet zo gek veel last van gehad? Nee, want met name mijn vrouw is heel goed in organiseren. Dus zodra het even kon, dan gingen we met de kinderen lekker naar het museum. We zochten ook wel mensen op, of we hoorden ook van mensen. Mensen gingen er ook een heel klein beetje van uit. Nou, Jurgen die zal zich wel niet zo druk maken, want die komt net van Madagaskar en daar heerst de pest nog zo nu en dan. Dus, en dat was natuurlijk ook wel zo. Dus, hebben jullie zin om eens even bij ons te komen eten? Weet je wel? Of een barbecue met mensen. Dus, maar ik kan me voorstellen dat heel veel andere mensen veel minder gelukkig waren dan dat. Hey, ik pak nog even op dat je zegt van het overkwam ze. Nou, corona is wat weggezakt, alhoewel we moeten nog maar zien wat voor naweeën we daarvan hebben. Maar laat dat maar even voor wat het is. Maar ja, wat kan ons bijbels gezien nog meer overkomen? Oh, dat vind ik een hele moeilijke. De apologeet, hè? Dus, ja, dan, je doet net alsof ik alles weet. Nee hoor, ik daag je een beetje uit. Ja, dat is goed. Maar wat zou je daarmee, wat bedoel je met die vraag? Nou ja, goed, in de dagen van Noach overkwam mensen de zondvloed. En ze moesten in de ark zijn om behouden te zijn. Ja. Als je nu kijkt in deze tijd, wat kan de wereld verwachten? Ik bedoel, Jezus spreekt over oorlogen en geruchten van oorlogen en dat soort dingen. Oh, Daar hebben we natuurlijk ook van alles mee te maken. Ja. Maar hoe kan dat nou ons persoonlijk leven ook gaan raken en beïnvloeden? Nou ja, ik denk sowieso natuurlijk al wel dat bijvoorbeeld, dat is natuurlijk vooral gebeurd toen wij op Madagaskar zijn, maar we hebben het wel gevolgd, de inval van Rusland in Oekraïne, maar dat bepaald gedeelte natuurlijk van Oekraïne. Ja. Donbass. Ja, toen moesten er natuurlijk allemaal sancties komen. Want wij hadden met z'n allen het idee van, nou, dan gaan we het daar in Rusland de mensen heel moeilijk maken. Nou, Rusland is zo'n gigantisch groot land. Die hebben er minder last van dan wij op dit moment, heb ik het idee. En dan hoor ik van vrienden uit Nederland hoe onwijs die prijzen allemaal gestegen zijn hier. En dan denk ik, ja, weet je, dat soort dingen. Dat merk je zelf toch ook als je auto gaat tanken? Ja, het is toch wel een beetje vervelend. Dus ja, dat soort dingen. Maar dan ook dat er zachtjes aan de geesten weer rijp worden gemaakt voor oorlog. Ik ben verbaasd dat ik dan mensen hoor roepen in de media, en niet de eerste de beste, van nou, moesten er toch maar eens over na gaan denken of wij niet mensen moeten gaan sturen. En denk, waar ben je mee bezig, man? Heb je gezien hoe groot Rusland is? Dienstplicht, hè? Wordt er wel eens over gesproken. Ja, nou geloof ik dat de, hoe noemen we het? In Nederland is de dienstplicht nooit afgeschaft. Nee. Maar de kinderen werden niet meer opgeroepen. Sluimerend. Maar ik heb nou zelf een jongen van 17. En het is een hartstikke leuke vent om te zien. Sterk, weet je wel. Maar je moet je dus voorstellen dat soort knulletjes gestuurd gaan worden. Maar dat kan dus, hè? Ja.
Nou, dan ben ik terug op Madagaskar, hoor. Ja, maar goed. Dan verstop ik me in mijn huis in de Rimboe. Jij wel, maar de mensen die hier zitten te kijken, die hebben misschien ook kinderen of kleinkinderen. Ja. En het kan zomaar gebeuren als de dienstplicht wordt ingevoerd. En we zeggen van, ja, maar we moeten Rusland tegenhouden. Ja, maar wat wil je nou tegen zo'n land beginnen? Ja, hoe dan ook, maar ja. Ja, en weet je, dan denk ik wel bij mezelf, waarom proberen mensen nu niet gewoon het dialoog aan te gaan? En vertel me, waarom? Nou, die hypocrisie, als ik nou kijk hoe die president van Oekraïne aan de macht is gekomen in 2014. Zelensky, ja. Ja, die werd gewoon het zadel ingeholpen via een coup. En dan, Poetin die wordt nu herkozen. Met 90% was dat zoiets? Nou, ongetwijfeld zoiets, maar... En eventjes, helemaal los van wat je wil denken natuurlijk. Maar nou wordt er in Duitsland zijn de mensen die zeggen, nou, maar wij erkennen hem niet als de nieuwe president van Rusland. Maar ze erkennen die Zelensky, die dus gewoon via een staatsgreep in het zadel is geholpen, die erkennen ze wel. En dan denk ik, ja, maar jongens, hoe zit dat nou? Ja, we horen natuurlijk van de media, van de NOS en van de gewone kranten hoe dat zit. Hè? Wat we nou ja, denken. Poetin is een dictator ja. En Zelensky is natuurlijk een vrijheidsstrijder. En zo kunnen we het natuurlijk allemaal mooi neerzetten. Maar ik bedoel, als ik in voorgaande jaren hoor hoe de Russische bevolking van Oekraïne systematisch wordt bestookt door het Oekraïnse leger zelf. Ja, dan denk ik dat de waarheid iets wat meer genuanceerder ligt dan dat de... De nuance is ver te zoeken. Ja. Maar is dat ook bijbels te duiden, denk ik? Dat mensen steeds meer... Ik denk dat... Meegezogen worden in dat soort overheersende meningen. Ik denk dat als we naar het woord de Bijbel gaan kijken... Dan zie je toch wel een omdraaiing van zaken. Hè? Goed wordt fout en fout wordt goed. De naam van de duivel is ook diabolos, hè? Door elkaar gooien. Ja, dat wordt een beetje een zootje. En dan wordt het denk ik voor mensen heel moeilijk om nog te zeggen van... nou, hier sta ik en dit is goed en dat is fout. En ik denk ook dat we daar ook altijd heel voorzichtig mee moeten zijn. We moeten heel voorzichtig zijn, denk ik, om het niet te vervallen in wij en zij. En dat zie je constant gebeuren. Er komen constant het groepje wij. He, in corona zag je dat. Wij, we werden wappies genoemd. En later zei iemand, ja, wij de snappies. En zij de schapen. Ja, dat vond ik zo erg. Ja. Ik denk, ja, maar weet je... Blijf respect houden voor elkaar. Ja, doe even normaal, weet je. Doet u zelf eens normaal, ja. Meneer Wilders. Nee, en dan zie je dat die hele groep wij... Die komt dan uit een beetje uit die coronaperiode, maar dan in een hebben we oorlog in Oekraïne en Rusland. En die groep wij, die split zich weer op. Want dan krijg je daar ook weer het wij en zij. Dus uiteindelijk waren we niet zo wij. En dan krijg je een oorlog in Israël en dan split weer dat zich weer op met dus wij en zij. Dus er is niet een vaste groep wij en zij. Want iemand die met mij kon lezen en schrijven in coronaperiode... Die vindt mij nou een vreselijke manier omdat ik mogelijke sympathie opbreng voor Israël. Ja, en zo blijft dat heen en weer. En ik denk dat dat heel ongezond is voor een samenleving, maar sowieso voor met name ook binnen de kerk, binnen de christenen. Het is heel ongezond als we constant maar denken in het wij en zij kamp. Maar ja, dat is wel heel moeilijk natuurlijk, want... We willen constant een groepje hebben waar we gelijk gestemd zijn. En dat, ja, goed. Ja, het is wel profetisch, denk ik. Ja. Ik denk dat de Bijbel wel dat soort dingen zegt van tegen het einde van deze periode. Als je dit nou het einde van de tijd noemt. Ik weet niet hoe dat precies gaat lopen of zo. Hoor. Dat pretendeer ik ook niet helemaal niet. Maar dat de natuurlijke liefde zal verkillen. Dat de mensen opstandig zullen zijn. Dat ze... tegen elkaar zullen opstaan, niet meer samen kunnen gaan. Dat zijn echt wel de kenmerken ook van deze tijd, denk ik. En ik denk juist die enorme verdeeldheid die je dan gaat krijgen... gaat ook zeg maar het verlangen opwekken naar iemand die alles bij elkaar kan brengen. Ja, dan spreek je echt wel over bijbelse taferelen... waarin dan op een gegeven moment gesproken wordt van dat er een wereldheerser komt... die ogenschijnlijk vrede overal brengt.
Hè, want hoe fantastisch zou het zijn als we in één keer toch allemaal echt wel bij elkaar horen. Na een periode van enorme verdeeldheid. Dus, iemand die de oplossing voor alles heeft. Ja, de oplossing. Nou ja, en dan zie je ook wel dat, dat de intolerantie enorm gaat heersen. Dat zie je nu natuurlijk al. Hè. Mensen hebben een mond vol van tolerantie. Behalve tegenover de intoleranten. Ja. Dus, we moeten allemaal in één keurs blijven. Ja, en ik denk dat, die verdeeldheid die je nu ook wel ziet, heel goed gebruikt kan worden door een slimme meneer. Die zegt, maar nu ga ik zorgen dat we allemaal bij elkaar komen. Alles mag, alles is goed. En ja, daar horen dan de zogenaamde vrijdenkers, die horen daar dan niet bij. Dat zal een groot probleem worden, denk ik. Dus zelf blijven denken, waarheid blijven spreken, je blijven uitspreken. En met name, zou ik zeggen, naar christenen of mensen die het christelijk geloof willen verdedigen. Ja. Gebruik de Bijbel, leg de kranten naast. Laat zien dat het klopt, het verhaal, zoals jouw baas en bakker ook deed. Ja. Laten zien dat we geen sprookjes verkopen, maar dat een heleboel dingen gewoon één op één voorzegd zijn en dat we toegaan naar een tijd waarin het aan de ene kant steeds moeilijker wordt, maar dat we heel hoopvol mogen blijven. Absoluut. Toch? Ook. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk het fantastische als je mag geloven in de woorden die de Heer Jezus zelf heeft gesproken, dat die uiteindelijk terug zal komen. En dan, wat gaat hij doen dan? Nou, dan de Bijbel zegt dat hij alles nieuw gaat maken. Alles nieuw. Ja. Dat betekent dus ook dat we echt op een... ik geloof werkelijk dat we op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen waarin geen verdriet meer is. Nou, de zware omgesmeteld ploegscharen. Ja. Nou, de kinderen spelen weer op de straat en de oude mensen zitten vrolijk te kijken. Kijk, en heel veel mensen die ervaren hier veel ellende. Hè? Ziek, zeer, oorlog, angst. Wij zien het op ons beurt op Madagaskar. Hoeveel ellende er vooral bij de armere bevolking is. En dan denk je toch wel eens... ik denk wel eens bij mezelf, en als ik dat dan tegen mijn jongens zeg, en zeg, oh ja, maar we hebben eigenlijk nog geen tijd, want ik wil dit nog doen, ik wil dat nog doen. Maar ik zeg dan wel echt wel oprecht, nou, ik zou het niet erg vinden als de Heer morgen terugkwam. Nee. Want op een of andere manier, je kunt je niet eens voorstellen. Ik kan me geen wereld voorstellen waar de oorlog niet meer geleerd wordt. Nee, want daar zijn we zo in opgevoed. Dus hoe mooi zou dat wezen? Ja. Dat zou fantastisch zijn. Ja, het lijkt me heerlijk om naar uit te kijken. Absoluut, echt absoluut. Dus... Nou, misschien mooi om ook hier ons gesprek mee af te gaan ronden. Dat is goed. En ik ben heel blij met je, met alles wat je hier hebt verteld. Met het feit dat je je zendingswerk in Madagaskar doet, je apologetisch werk. Ja. Als mensen jou willen vinden, dan kunnen ze je op je website dingen vinden. Die zullen we vermelden onder het, het filmpje. Apologeet.nl. En nog één over je zendingswerk ook, geloof ik? Dat is jurgenenkatja.nl. Jurgen, zo heet je vrouw dus, hè? Ja. Jurgenenkatja.nl. Ja, ja. Nou, het wordt vermeld onder de website en dan kunnen ze je daar opzoeken. En dan hartstikke leuk. Weet ze je zeker te vinden. Ik wil jou bedanken voor dit gesprek. Ik wil u bedanken voor het kijken naar ons gesprek. En ik hoop toch dat u er dingen uitpikt waar u wat mee kunt. Al is het maar om ook eens een keertje de krant naast de Bijbel te leggen en te kijken van... Is er nou inderdaad hoop of toekomst voor deze in zichzelf zo verloren wereld? Als u het filmpje mooi vindt, als u de podcast mooi vindt, dan zou ik zeggen like hem even hieronder. Deel hem met vriend en vijand. Mocht u het op uw hart hebben om een kleine bijdrage te leveren om dit werk te kunnen blijven doen, dan kunt u een linkje vinden om dat te doen. En voor nu hartelijk dank voor het kijken en tot het volgende gesprek.